Ja, maar ik zou toch de eerste zingen? Ja, dat zing je toch. Oh, oké. Okay. Zo moeilijk. Ik heb een zwak voor ze. Rick Sessink, Job Bovenlander en Stefan de Kogel. Formerly van Volendam, de musical, en van de Jantjes. Dus ik vond het heel leuk toen ik las dat zij de openingsact waren van Sterren op het Station. Een reeks concerten door musicalartiesten op het perron van het station van Haarlem. Musical World TV zocht de jongens op in Tilburg. In tram 7 was van mijn werk weg naar huis. Ik zat wat te lezen in een boek. Toen kwam ze binnen. Heren, het is net of ik een flits van vorig seizoen heb. De Jantjes zijn weer bij elkaar. Ja, eenmalig. Tenminste nu een klein exclusief concertje. We vonden het zo leuk om te zingen met elkaar afgelopen seizoen dat we dachten van nou, waarom gaan we dat niet nog een keertje doen? De nacht is lang, maar duurt te kort. Als ik 's ochtends wakker word naast jou, dan stopt de tijd. In het kader van een musical on demand, maar als ik dat zo letterlijk neem, dan denk ik dat jullie bij mij langskomen of op mijn feest. Ja, nou, tenminste, dat is het concept natuurlijk wat Paul Keizer heeft bedacht. Musical. Paul Keizer, ja. Maar dit is dan weer een soort subcategorie van het heet Sterren op het Station. Ah. En omdat wij natuurlijk echt enorme musicalsterren zijn. Toen dacht hij van, hey, willen jullie niet met z'n drieën komen zingen op het station in Haarlem? Ja. En dat gaan we doen, 7 oktober. Een mooie meid met donker haar, ze zag me zitten. En ik haar. Wat moet ik me erbij voorstellen, Rick? Op het station zingen, op het perron? Waar staan jullie en waar zitten wij? Nou, bijna wel, want op het station in Haarlem heb je een kamer, dat heet de wachtkamer. Dat is een monumentale ruimte. En dat was vroeger echt een wachtkamer op het station. En nu hebben ze dat omgebouwd of opnieuw in gebruik genomen voor andere doeleinden. Er worden tango-lessen gegeven en andere dingen. En toen zei Paul Keizer, nou, we kunnen hier ook wel optredens doen. En dan gaan we lessen gaan we ook doen. Haar telefoon gaat, ze heeft een hele mooie stem, ze lijkt te huilen. Jullie openen zelfs de reeks, Stefan. Heeft dat een speciale reden? Nee, jullie waren gewoon 7 oktober de eerste. Ja, wij dachten gewoon 7 oktober. Dan hebben we het maar gehad. Ja, dan gaat ze zitten, een bank of twee van mij vandaan. En er gaan tranen van haar ogen naar haar mondhoek, naar haar kin. Om haar rode leren jas, haar rechterhand gaat naar haar tas en pak een zakdoek. En ik heb het echt niet meer. Jullie programma heet, ik krijg het bijna niet over mijn lippen. Komen klootlopen. Ja, precies. Ja. Wat moet ik me erbij voorstellen? Ik zie hier toch 3 gezonde mannen. Ik tel er minstens 6. Nou ja, het is een soort gimmick geworden. Want we hebben natuurlijk een aantal jaar met elkaar in shows gestaan. En er zit altijd een moment tussen dat je gaat spelen en dat de regisseur dat hij zegt dat er niet genoeg kloten onder zitten. En Paul van Ewijk, de regisseur, die zei dat het volkomen klootloos dat jullie nu aan het doen zijn. En het is een soort gimmick geworden. En daar hebben we nu dus, ja, dat hebben we dus als titel gebruikt eigenlijk. Een gimmick of een beladen term voor jou, Job? Voor mij een enorm beladen term. Voor Job. Het staat natuurlijk voor jarenlange ervaring met Paul van Ewijk. Nee, gewoon echt als geintje. Gewoon dat we dachten, we moeten een titel hebben. Paul zei, Paul Keizer zei, wat is de titel? We keken ook aan, we dachten, dan maar volkomen klootloos. Ja. Waar zitten we? Helemaal aan het eind. Zitten we helemaal aan het eind? Ja. Oh ja. Raccoon. Oh ja, dan houden we gewoon deze aan. Dat is wel. Ja, maar ik zou toch de eerste zingen? Ja, dat zing je toch? Oh, oké. Okay. Zo moeilijk. Het is eigenlijk gewoon een geintje ook. Precies, het is een geintje, want het is natuurlijk, het staat stijf van het testosteron. Enorm, ja, zeker. Nou, wij kiezen ervoor om wel Nederlands te blijven zingen. Dus toen dachten we van, hoe moeten we dat wel doen? Want we hebben in voorgaande seizoenen altijd Nederlandstalige, Volendam, de Jantjes. Dus moeten we dat wel doen? Is dat niet volkomen klootloos als we weer Nederlands gaan zingen? Mm-hmm. Dus vandaar ook de verwijzing naar de titel, volkomen klootloos. Eigenlijk was het testosteron op het station. Haar sexy rode hoge hangen en haar rokje en haar lippen. En ik weet dat ze verdrietig is, maar god wat is ze mooi. Zo mooi.
zo mooi, 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 zo mooi. En die hadden gewoon alle Nick en Simon hits kunnen zingen, maar wat ga ik krijgen? Zeg maar. Nee, het is heel afwisselend. Nick Simon komt zeker voorbij. Oh ja? Maar ook Toon Hermans komt voorbij. Theo Nijland komt voorbij. Bluff. Frans Halsema, Akda de Munnik. Wat was jullie richtsnoer om te kiezen en om te schiften? Wel nederpop. Ja. Een beetje omdat we merkten bij Volendam, ook meezingen met Volendam, maar ook de Jantjes, dat... De meerstemmige dingetjes die ook veel in nederpop zitten, die wij leuk vinden, dat lekker klinkt. Mm. Dus daar zijn we op gaan zoeken. En nummers die wij zelf ook gewoon heel erg leuk vinden. Er zitten dingen in van Akda de Munnik, Jurk en Bluff. Ja. Wat echt nederpop is, met wat uitstapjes naar misschien wat kleinkunst, Frans Halsema en dat soort dingen ook. Dus het is wel een gevarieerd programma, maar omdat we het allemaal met een pianist doen, een piano... Ja, is toch een heel uniek concert geworden. Zo mooi, en ik weet dat ze verdrietig is. 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 Maar God, wat is ze mooi. Nice. Tof. Die kunnen we wel zo doen. Ik neem aan dat jullie ook solo's brengen. Zeker, ja? Zeker. Ja. Zeker ja. En daar hopen jullie, laten we zeggen, iets van jullie persoonlijkheid erin te brengen. Ik bespaar jullie dat antwoord. Zeker. Nee, ja. Altijd. Ja. Altijd. Die gemeen plaats bespaar ik jullie. Sinds die ene nacht kan het niet geloven. Zingt, dan benader je natuurlijk, dat ligt ook een beetje aan de tekst, hoe je dat benadert. Dus ik denk dat er best wel liedjes in zitten die van links naar rechts gaan, zeg maar. Mm. Dus het ene liedje is heel blij, het andere liedjes. Dus ja, ik hoop dat ik het gewoon, het nummers gewoon ga interpreteren op, en dat ik dat dan over kan brengen. Ja, en Rick, jij tenslotte? Nou, er zit één nummer in wat ik zing, dat heet Ik kan blijven kijken. En dat heb ik gekozen omdat wij het afgelopen seizoen als Amsterdamse jongens over Amsterdam hebben gezongen. En dat liedje gaat heel erg over iemand die niet uit Amsterdam komt. En dat gaat ook over Amsterdam, maar meer van een soort buitenstaander die er nu woont. Het is een prachtig liedje. Ja. En dat vond ik een leuk contrast met de Jordaanese krakers die ik en de jongens het afgelopen seizoen hebben gezongen. Het laatste refreintje? Laatste refrein? Ja. Dat deden, dat jij de laagste deed en ik dan... Dat vind ik ook best, maar dan moeten we dat... Oh, even... dat is wat chill, man. Als je dan doe ik wel de laagste. Ja. Dat is goed. Nog een keertje? Ja? 3. Wil je een hele leuke, gezellige avond uit met een fantastische pianist? En drie jongens die ook kunnen zingen. En drie jongens die gaan zingen en... Eén en twee die aardig kunnen meezingen. Lekker een avondje, gewoon weg uit de sleur. Ja. Lekker zitten. Prachtige locatie. Mooie monumentale wachtruimte op het station, dus je bent er zo met de trein. Ja. Het best bereikbare concert van Nederland. Een oceaan om in te vluchten. Nooit jaloers te hoeven zijn. Liefde om je hart te luchten. Een oceaan alleen van mij. Een oceaan. Een dag of wat een held te zijn. Laat die ander nu maar kruipen. Een oceaan vol tranen is van mij. Alleen van mij. Alleen van mij. Alleen van mij. Alleen van mij. Daar is hij dan toch? Ja, het eindje moet er. Ja, ja. Dus dat is iets later dan, ja. Zien we 7 oktober bellen, hoor. Dat ook.